Daar hebben we er nog twee verderop. We hebben daar nog iemand lopen. En we hebben hier nog iemand staan. En daar een tijdje, een stukje terug. Oké, we kunnen hem wel pakken, denk ik. Dan moeten we het goed doen. Als we hier naar boven klimmen. En dan hier weer even een stukje opzij gaan. Kunnen we vanaf hier op hem vallen? Dat zou vet zijn. Zijn hier andere mensen? Nee, toch? Nee, het ziet er veilig uit. Kom op, opschieten, opschieten. Oké, okay, oh shit, daar staat iemand verderop daar. Als we nou even snel pakken. Dan leggen we hem eventjes. Zullen we hem in het water leggen? Kan hij even afkoelen? Oké, dat was een hele slechte punchline. Mijn boeien. Alsjeblieft. Fuck, hond. Oké, ik moet weg hier, ik moet weg hier, ik moet weg hier voordat ik gespot word. Die hond komt achter mij aan, zie ik. Go, 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 klimmen Sam, klimmen, go! Voordat die hond komt. Oh shit, het was misschien geen goed idee om het lijk daar in het water te gooien. Maar ze hebben nog steeds niks door. Dus dat is wel mooi. Oh, daar loopt ook nog eens zoveel mensen die hier rondlopen, zeg. Ik ga hem even ontmarkeren. En hem ga ik markeren. Kan ik vanaf hier die hond raken? Yes, ik heb de hond uitgeschakeld. Shit, heeft hij dat doorgehad? Oh nee, wacht. Oké, wacht, we moeten hier naar beneden. We staan hier twee te praten, misschien kunnen we ze samen uitschakelen. Tegelijk bedoel ik. We hebben er hier twee. Nee, ik kan het niet. Ik ga het maar niet doen. Oh shit. Oh, hier hebben ze een barbecue, joh. Ziek. Waarom hebben ze nou altijd een hond hier om te beschermen? Dat is vervelend. Gelukkig heb ik hem wel uitgeschakeld, maar ik zeg toch maar even. Want als die hond hier nog was geweest, dan had hij deze kerel nu gevonden. Dat weet ik zeker. Oeh, hier hebben we hem alweer. Hallo meneer, waar is je vriend gebleven? Hè? Dat weet je niet. Hij vraagt zich ook echt niet af waar die vriend is, volgens mij. Ik wil er verderop. Ja, daar wil ik heen. En nu wil ik daarheen. Oh! Zullen we hem even op de grill leggen? Oh, dat zou vet zijn. Kunnen we dat alsjeblieft doen? Ah, nee, helaas. Oké, we doen het goed tot nu toe. Nog niet gespot. Ja, behalve het beginstukje. Kunnen we hier omhoog klimmen? Yes! Dit is een chille plek om te kijken. Oh, daar hebben we nog iemand. Oké, als ze nou met z'n drie bij elkaar komen en die achterste loopt weg. Nee, heeft hij niks door. Oké, nu moeten we snel die achterste pakken voordat hij merkt dat deze dood zijn. Dat ging wel lekker. Oké, daar hebben we hem. Kom maar naar boven, jongen. Nou. Hij loopt daarheen. Kan ook, natuurlijk. Shit. Oké, we hebben daar verderop. Ah, fuck! Oké, hij was de laatste, gelukkig. Shit, net dat laatste stukje verpest ik het weer, hè. Ach ja, je hoeft gelukkig niet alleen maar stealth te doen. Je kan ook gewoon guns blazing, iemand naar binnen gaan. Maar
Ja, toch. Ik wil graag stealthy aanpakken. Alleen dit keer werkt het gewoon niet goed. Oeh. Tri-rotor. No lag on the data transmission. Alright, here we go. Vet. Dus deze tri-rotor is nu berust met een EMP en dat betekent dat we de elektriciteit kunnen uitschakelen. Alleen ik heb geen idee waar we heen moeten vliegen. Don't worry, I'll take care of your baby. Ik heb geen idee wat we aan het doen zijn. Ik denk dat we gewoon maar een beetje ergens heen moeten. Hier moeten we dit doen. Nee, wacht, we moeten hier. Oh shit. Omhoog. Oké. Okay. Oeh. Naar boven, hè? Kiekboe. Oeh, is dit elektriciteit? Nee, we moeten nog verder. Wauw, dit is echt een hele grote ruimte om allemaal shit te plaatsen. Laten we deze buis maar volgen. We moeten dus... Oeh. Oké. Okay. Hij maakt nog steeds een beetje geluid. Okay, Sam, you're coming up on the breaker box. Ja, dat is leuk, maar ik weet dat er hier iemand in de buurt is. Oké, okay, als ik nu naar binnen vlieg, dan word ik meteen gezien. Dat weet ik bijna zeker. Kan ik ze misschien uitschakelen? Of moet ik even wachten tot ze weggaan? Laten we eventjes kijken hoe dit gaat lopen, het gesprek. Misschien als ze nou gewoon weggaan. Ga alsjeblieft weg, loop weg. Ja, ga lopen. Lopen alsjeblieft. Loop, kom op. Waarom gaat die kerel maar niet lopen? Ja, daar gaat hij. Oeh. Kan ik langs hem zo? Kan ik hem ook uitschakelen met een elektrische pijl? Ja hoor. Chill. Van hun hebben we geen last meer. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Nice, oké. Oké, we moeten... Shit. Ik hoor allemaal mensen praten. Ik weet niet waar het geluid vandaan komt. Shit, daar zie ik iemand. Hier zie ik ook al iemand. Ach. Kom maar naar binnen, kom maar alsjeblieft naar binnen. Nou, nee niet. Oh, wat de hel? Een flare. Oké, iemand zit er duidelijk boven. Oké, ik ga zo meteen voor die paal daar, de buis. Ja, nu dus. Let's go. Klimmen. We've got a problem. SMI shows a black truck driving past Nuri's estate several times. I'm hearing Farsi on military grade radio frequencies. Keep an eye on it. Okay, ik denk dat we binnen zijn. Grim. Panic room is a prefab. Yes. Built with high grade titanium alloy. Should be nice and shit. Die gast die heeft... Oké,
Oeh, net op tijd. Oh shit. Bijna dat alarm geraakt. Oh wacht, we kunnen het alarm kapot maken, denk ik. Ik kan me zo'n alarmding nog herinneren. Dat hebben we eerder gehad. In Conviction bedoel ik, was het eerder. Dat was heel vervelend, kan ik je wel vertellen. Oh, shit. Als hij dat lijk ontdekt. Is dat niet zo best. Oké, why don't you check out the next area? Do a sweep with your goggles. Move on to the next area. Hey, what's your status? Shit, ik moet deze twee uitschakelen, denk ik. Dat moest, het moest. En ze zei tegen mij dat ik een sweep met mijn... Shit, ik hoor je... Wat de hel, hoe weten ze nou dat iemand dood is? Oh, daar is nog iemand. Hier is iemand. Hij is hier boven ons. Wat gaat hij doen? You're looking for any weak breach point to enter the panic room. Fuck. Holy shit. I'd better check it out. Oké. Ja, kom maar naar beneden, jongen. Ah nee, is die ander nou precies... Ja, is die... Gaat hij nou weer naar boven? Dat meen je niet. Hij moet naar beneden komen. Hij komt weer die kant op. Als hij nou naar beneden komt, dan pak ik hem. Shit. Ze hebben een lijk gevonden. Of dat zei iemand. Wat kunnen we nu doen? Shit. Oké, nu pak ik hem. Holy shit. Waarom liep hier nog iemand en ik zie hem niet door de dingen heen? Lol. Die is dood. Zie hem van het getrap of glijden. Fucking droog. Oké, we hebben er nu een paar gemarkeerd. Hier zijn... Hier is een dingesdraad. Er was hier ergens is de stroom. Shit. Oh, ik moet hier omlopen, denk ik. Ik denk dat ik al weet hoe ik die stroom moet... Of dat ding moet uitschakelen. Zo dus. Oké, we kunnen hier naar boven. Hierboven is het veilig. Wat een gigantisch huis op deze kerel. Zo, die dingen moeten we... Hebben ze iets door? Ik denk het wel. Hier is een trap naar beneden. Ik wil... Oh. Nice. Oké, we hebben dus alle... Volgens mij hebben we alle shit nu uitgeschakeld. You're looking for any weak breach points to enter the panic room. Dit is de panic room hier binnen. Zo, die is down.
Hier moet de ingang van de panic room zijn. Dit is de ingang naar de panic room. En in de panic room zit Nuri, denk ik. Yes.